rechter is gaan vragen dat hij toch voort kan gaan met zijn proces. Er zijn mensen die hebben meegestemd toen voor de amnestiewet, die nu zeggen dat ze zich vergist hebben. Als je kijkt naar wat ons te wachten staat, de toekomst, wat zijn jouw verwachtingen? Nou, om even kort te reageren op wat u zo net zei. We hebben een gesprek gehad met meneer Somohadje van de Pachalu Hoor. En dat was 2 dagen nadat hij uit de regering werd gezet. En hij heeft toen ook aan mij gezegd van, kijk, ik heb spijt van wat ik heb gedaan. En ja, nu weet ik hoe jullie je voelden, die teleurstelling en zo. En daarom heb ik altijd te zeggen van, oké, spijt hebben is punt 1. Maar wat ga je doen eraan om te veranderen? Maar wat moet veranderen? En hoe moet het veranderen? Ik vind dat die amnestiewetwijziging, voor mijn part kan de hele amnestiewet zelf teruggetrokken worden. We moeten respect hebben voor het rechtssysteem. Kijk naar hoe mensen onze rechtszalen, kijk naar boksen. Kijk hoe het nu eruit ziet. Kijk hoe onze rechters behandeld worden. Dus het hele systeem? Precies, het rechtssysteem moet niet een verlenging van de overheid zijn. Trias politica. En jammer genoeg, we zeggen altijd in Suriname dat er sprake is van trias politica. Maar de waarheid en de werkelijkheid hebben iets anders geleerd. En op school al leren iets anders, want daar spreken mensen zelf al tegen. Want je legt me uit, trias politica is scheiding der machten. Maar de wetgevende macht bestaat uit de Nationale Assemblée en de regering. Want als de president of de vicepresident niet tekent, is het niet geldig. Wie houdt wie voor de gek dan? Goed, we komen aan onze laatste vraag, Sharona, want het is een heel complexe zaak natuurlijk. Ons heel rechtssysteem en zoals je het aangeeft, moet er een heleboel veranderen. Inderdaad. Nu zijn belangrijke, zoals je zo net aangaf, spelers daarbinnen, parlementariërs en ook anderen die in de regering zitten. Ja. Nu gaan we een verkiezing tegemoet. Hoe ga jij beoordelen van wie je daar die verandering mag verwachten? Die verandering die jij nodig acht? Nou, ik heb die keuze voor mezelf al gemaakt. Toch? Het is inmiddels al geen geheim. Ik sta en ik ondersteun meneer Gregory Lusson van de Nationale Partij Suriname. Het is geen makkelijke keuze gemaakt. Ik ben niet gewoon op een dag opgestaan en zei van, hé, ik ga naar de NPS vandaag of zo. Nee, bij mij ging het erom, er moest iemand zijn voor mij die naar me luistert, die me begrijpt, die me vrijheid geeft om mijn projecten uit te voeren zoals ik dat wil. En waar mijn mening vooral telt. En dat zijn dingen die we nodig hebben. Met zulke mensen werk ik graag samen en ik zie zulke mensen graag in mijn bestuur. Ik wil eerder zulke leiders, weet u. Want er zijn een heleboel leiders die praten over jongeren. Jongeren dit, jongeren dat. Maar wat doen ze voor jongeren? Soms krijg ik het gevoel dat jongeren gewoon gebruikt worden als lokaas. En dat heb ik vaak genoeg meegemaakt. Ik ga bijvoorbeeld naar een lezing of zo, maar waarom moet ik voorin zitten? Ja, precies. Waarom moet ik speciaal voorin zitten? Ik mag niet achterop zitten. Ik neem dat gewoon als een voorbeeld aan. En ik weet dat men dat alleen doet omdat ik een jonge vrouwspersoon ben. En dat zijn de 2 veel gevraagde dingen nu. Maar wat doen jullie echt voor jongeren? Hoe komen jullie jongeren tegemoet? Want iedereen heeft het nu over jongeren en alles is en blijft op podiumtaal. Hebben jullie de jongeren ooit gevraagd van, hey, wat kunnen we voor jullie betekenen? En ik zeg ook niet dat we valse beloftes moeten gaan uitgeven. Maar daadwerkelijke participatie. Precies. Dus. Toon dat jij als partij al daadkracht hebt. En dan pas kan ik zeggen van, zo iemand wil ik in de regering hebben. Goed, dus voor jou is het heel duidelijk. Je hebt hele duidelijke voorwaarden en criteria en precies, basis waarvan je je keuze zal maken. Of misschien zelfs al gemaakt hebt. Ja. Maar goed, Sharona, het is heel goed je hier gehad te hebben. Je inzet voor recht en rechtvaardigheid, die ik vind de volle ondersteuning. Ongeacht waar je aangesloten hebt, ook wij van de 91 staan 100% daarvoor, hebben daar altijd voor gestaan. En vooral jonge mensen zijn in dit geheel heel erg belangrijk. Jonge leiders zoals jij. De aanwezigheid en actieve participatie van jonge leiders is cruciaal in de voortgaande ontwikkeling van Suriname en het doorgeven van de toorts van democratie en rechtsstaat. We zijn nu iets minder dan een jaar verwijderd van de verkiezingen van 2015. Deze verkiezingen zijn heel belangrijk voor ons allemaal. Ieder van ons zal voor de keus staan hoe we verder willen met ons land. Hoe wij willen dat ons leven, onze omgeving eruit ziet. Niet alleen op de dag van de verkiezingen, maar ook vele jaren nadien.
ieder van ons zal de verantwoordelijkheid hebben om een keus te maken. En elke keus heeft consequenties. Uw keus kan beslissend zijn als we voortgaan richting afgrond of als we samen het schip keren en op koers gaan naar gelijke kansen voor iedereen. U en ik zullen met het uitbrengen van onze stem mee bepalen hoe onze toekomst eruit zal zien. Onze stem zullen we uitbrengen op personen die namens ons besluiten zullen moeten nemen op het hoogste niveau. Deze besluiten zullen in het belang van ons allemaal moeten zijn en een toekomst moeten scheppen en ondersteunen waarin wij, onze kinderen en hun kinderen de gelegenheid krijgen om een goed bestaan op te bouwen. Gelijke kansen voor iedereen. Voor ons als politieke partij is het heel belangrijk te weten wat het nu precies is dat u wilt, dat u verwacht. Daarom willen wij ook van u horen wat voor u het belangrijkste is. En u kunt dat natuurlijk aan ons vertellen via onze Facebookpage, onze website, op onze wijkbijeenkomsten of door ons een brief te sturen. Maar wij komen ook wel zelf naar u toe om met u van gedachten te wisselen. Vandaag hebben wij enkele jonge Surinaamse leiders aan het woord gelaten over wat zij het belangrijkste vinden om aandacht aan te besteden. Niet alleen richting de komende verkiezingen, maar ook daarna. Wat zij verwachten van toekomstige vertegenwoordigers en welke veranderingen zij willen zien in het beleid van een nieuwe regering. Als politieke partij is het heel belangrijk voor ons om te weten wat de behoeften bij u zijn. Op basis daarvan en op basis van hetgeen dat bij ons reeds bekend is, zullen wij als partij ons prioriteitenprogramma opstellen en ons handelen inrichten. Belangrijk is te weten waar we naartoe willen, hoe we daar zullen komen en wat nodig is om daar te komen. U hebt een belangrijke rol in dit alles te vervullen. En vandaar dat wij graag van u horen wat u van ons verwacht en natuurlijk wat u bereid bent te doen. Wij als DA91 zullen in het kader daarvan die handelingen die transparantie ondersteunen en versterken sterk bepleiten. Zoals bijvoorbeeld publicatie van alle bezit, invloedssferen van kandidaten voor hoge openbare en ambtelijke functies. Goed leiderschap is namelijk niet het zich slechts houden aan de wet, maar reizen boven wat de wet van je eist om zo anderen te motiveren dat ook te doen. Voor leiders geldt meer dan de wet alleen. DA91 is overtuigd dat voor het bereiken van het hoogste doel gelijke kansen voor elke Surinamer goed leiderschap vereist is. En daar gaan wij samen met u voor. Dit was InfoEcht, het DA91 televisieprogramma.